Sterrenkok Margot Reuten van restaurant Da Vinci in Maasbracht heeft meegedaan aan het RTL 4-programma Smackmasters. En uiteraard zijn we heel erg benieuwd hoe ze dat ervaren heeft. Come on, I'm shiny. Thijs, heeft Emmy dat? Emmy? Maar goed, het is hier allemaal begonnen in het dorp waar je geboren en getogen bent. En wanneer kreeg je al de eerste kriebels om iets met dat koken te gaan doen? Nou, toen was ik toch wel vrij jong. Ik hielp op zaterdag bij de slager. En dan mocht ik op een gegeven moment, toen ik 15 jaar was, ook al van alles van die kleine dingetjes meemaken. Om aan een buffet mee uit te serveren. En toen ik dat had gedaan, toen hoorde ik zoveel complimenten over waar wij de hele dag mee bezig waren. En s'avonds werd het uitgeserveerd op het feest. En toen dacht ik van, dit wil ik later ook. Ja. Maar ik vond het prachtig om iets voor mensen te maken waar hun van kunnen genieten. En toen ben ik heb ik voor de horeca gekozen. En toen heb ik gewoon heel veel geluk gehad. Dat zeg ik ook altijd. Ik was natuurlijk ook wel fanatiek, maar ik had een leraar die wat iets in mij zag. En die zegt me, goh, ik ga zorgen dat jij bij Hotel Prinses Juliana binnenkomt. Dus het is heel belangrijk dat je een goede leerschool hebt. Het is sowieso heel belangrijk om altijd de juiste mensen om je heen te hebben die wat je ook een bepaalde richting op sturen. Ja. Want je moet je voorstellen, ik kom van een grote boerderij en ik had niks met horeca. Ja. Dus ik heb het maar wel allemaal zelf moeten leren, ontdekken. Ook daar de grote chefs in te leren kennen. Ja. Toen ik bij Juliana die stage mocht gaan doen, ik kom daar de eerste dag binnen en ik had gelijk zoiets, dit wil ik later ook. Ja. 14 koks daar bezig in de keuken. Ja, waanzin, waanzin. Alleen al blij als je iets mocht doen voor de chef. En daar heb ik zoveel geleerd. Oh, ja. Sorry, met Poos zei je chocola. Jongens zei chocola, we hebben alleen maar Poos hier stond te maken. Fantastisch. Ja, maar gewoon, we staan nu in jouw keuken met jouw keukenbrigade. Nou heb jij één Michelinster. En dan zou ik denken van ja, ziet zo'n keuken er dan anders uit? Want je kookt op heel hoog niveau. Misschien is dat toch wel een beetje anders. Hoe zit dat? Ik denk dat het voor de gewone keuken en onze keuken compleet anders is. Ja, ja. En waardoor is het compleet anders? Want we gaan naar de sky en de sky is the limit. Ja. En we willen alleen maar dat. Wij willen niet iets gewoons doen. Mm-hmm. Bij ons moet het altijd nog weer beter of lekkerder of mooier of aparter met de mooiste ingrediënten. En ja, kijk om je heen. Ik heb natuurlijk mijn keuken op mijn eigen manier gemaakt. Heel fijn, want je kunt hier fijn omheen werken. We hebben de bloemen, hè, de female touch zeg ik altijd. Ja. Ik heb natuurlijk fantastische jongens en meisjes om me heen die wat ook hier het vak komen leren. Ik steek er ook heel veel energie in, want ik weet ook, ja, ze gaan weer en dan moet je ze ook weer los van maken. Ja, ja, ja. Hè, zoals bijvoorbeeld Stijn die wat in Thorn gaat beginnen met een eigen patisseriezaak. Is alleen maar fantastisch. En hier hebben we natuurlijk mijn souschef, mijn rechterhand. Die heeft natuurlijk ook mee gedaan met Snackmasters, Thijs. En nou is er ook een taakverdeling, neem ik aan. Hè? Heb je ook koude, warme gerechten dat er kok gemaakt wordt? Ja. We maken natuurlijk vandaag mee dat het een hele warme dag is. Ja. Daar hebben we ook al heel lang op gewacht. Maar aan die zijde is alles van het koude gedeelte en de patisserie. Ah, ja. En hier gebeurt alles van het warme gedeelte. Hier hebben we lampen om alles warm te houden, want alles komt hier naartoe. Dan hebben we aan die achterste zijde hebben we een hele grote kookketel, snijmachine. We maken het ijs allemaal zelf. We hebben een echte cappuccini. Dus we draaien het ijs voor 's middags en voor 's avonds super vers. Ja, beter kun je het niet hebben. Ja, ja. En dan heeft dus iedereen bij het begin van de dag een soort taakverdeling. Want dan kijk je van, oké, jij doet dat en jij doet dat. Ja, iedereen heeft zijn eigen verantwoording en samen doen we alles. We zijn nu weer de opstart en we hebben gewoon eerst met onze signatuurdishes en alles zijn we weer begonnen. He, zoals de salade riche
of de pâte nègre, of zoals de tarbot van ons met de langoustientje, een klassieke saus hollandaise. Natuurlijk nog met de overheerlijke asperges. Ja, ja, dat zetten wij nu op de kaart. En dat blijft dan een maandje erop totdat dat de asperges doen we nu er nog ook tot 24 juni, want dan is stopt de asperges. Ja. En dan gaan we weer met andere weer dingen beginnen. En we doen je in een roze ijskoek, pak je twee harde slepel, één kleine bol. Frambozensorbet, want dan laat ik dat proeven. Mm. Ik proef ook, hè, of het goed is, Sammy. Hoe lang je het voor Jan is? Dat is heel apart. Kom in de pasta. Met citroen, proef goed. Heel lekker fris, vooral nu. Ja, En eigenlijk moest het ook weer samen bij natuurlijk het dessertje eten. Is het ook weer anders, hè? Mooi, de citroen maakt krachtig, maar dit is heel vol is. Ja, mooi, hè? Heel erg. Ja, we moeten het ook anders maken als gewoon bij de... Nee, maar dit is echt iets. Mm-hmm. Heel vol. Mooi. Merk je ook dat de jongeren het anders doen? Ja, ik leer nu ook nog iedere dag. Ja. Ik vind het prachtig. Ja. Als jongens en meisjes mij ook zeggen van dit op school. Of zoals mijn souschef is bezig met een patisseriecursus bij Jeroen Goossens. Die zijn zo fanatiek, die maken de mooiste taarten. Maar het gaat niet om alleen die taart. Het gaat om die basis wat erin zit. Wat je weer leert om daar wat mee te doen in je eigen zaak. En natuurlijk doen hun het wat anders. In welk opzicht? Ja, soms sneller, anders, of denken soms anders, maar ik wil ze toch ook nog mijn klassieke manier leren. Hè? Tik maar eens een goede saus hollandaise of maak maar eens een goede aardappelmousseline. Ja. Vroeger zei de chef nog van een goede entremetje herken je aan een aardappelmousseline of aan de rode kool. Maar wie kan tegenwoordig nog een goede aardappelmousseline maken? Nou, maar goh, we staan hier bij de bonbonnetjes waar het allemaal om ging in het programma Smackmasters. En ja, ik heb dat programma uiteraard gezien en genoten. Ontzettend leuk om naar te kijken. Maar wat een gedoe zeg, hè? Want de opdracht is dan om een bonbon te kopiëren. Dus het is niet je eigen ding. Hoe vond je die opdracht? Ik vond die opdracht bij Smackmasters fantastisch om te doen. Waarom? Want wij maken hier al altijd bonbons. Alleen ja, dan doen we het op onze eigen manier. Maar nu, dat is ook het programma. Je moet het niet beter maken, mooier maken, lekkerder maken of explosiever maken. Of zelf nee, bedenken. Je moet het zo precies namaken hoe die is. En ga dat maar eens doen, want dat is de moeilijkheidsgraad. Dat maakt het zo moeilijk, want je moet hem in de perfecte smaak, in de perfecte vorm, in de perfecte afwerking hebben. En dan ben je de winnaar. Was het een moeilijke opdracht? Het was al met al een moeilijkere opdracht als wat we dachten. Want we hebben natuurlijk bij de eerste aflevering de Mexicano gekregen. Fantastisch. Daar begin je in het ongewisse, want je doet de eerste keer mee. Maar er komt, als je weet tegen wie dat je moet, komt er toch wel even een winnaar omhoog. Ja. En dan het winnaarsinstinct. En dan wil je ook winnen. En ik moest tegen Hans. En zet ons samen bij elkaar en je hebt vuurwerk. Dat is gewoon het mooiste wat er is in ons vak. En wij hebben dat samen op onze beste manier gedaan. En ik won van Hans en dat voelde heel goed. Dus dan ga je weer door en dan krijg je die tweede opdracht. Die heel anders is. Compleet anders. Helemaal anders denken. Dus je had ook helemaal geen benul welke kant het op ging? Nee. Ik had steeds gedacht... Ik krijg een nootje of zoiets, weet je wel. Dus ik had ook al wat apparaatjes gekocht, want ik was best wel fanatiek opeens. Ja, ja. En, maar ik kon me herinneren, je maakte dat tasje open en toen zei je, oh, het is koud. Was dat een geruststelling? Dat kwam omdat ik bij de eerste opdracht natuurlijk heel voorzichtig open deed. En je rook. En toen rook ik dat het dus warm was. Wat dacht je toen? Wow. Dus koud had toch wel je voorkeur. Ja, ik weet niet. Je moet het doen. Ja, en toen zagen we dat gedoe met dat malletje. Dat lijkt me nog erger dan dat ding, de bonbon namaken. Het malletje is op een gegeven moment, het was even pielen, hè, want we hebben ze hier ook gemaakt. We hebben dat van siliconen gemaakt. Ja, ja. En we hebben de malletjes vastgezet.
de bonbonnetjes erin vastgezet met wat de schilders gebruiken, die dubbelzijdige tape. Ja. Zo hebben we die vastgezet, daar de siliconen op gedaan. En zo hebben we het malletje, hè, want dan moet het malletje zeker een 24 uur uitharden. En dan moet je hem nog een paar uur in de oven stomen dat je hem kunt gebruiken. Dus nu hebben wij hem natuurlijk, kijk, zo hoe wij hem willen. En dan hebben wij natuurlijk de perfecte bonbon. Ja. En hoe is het gegaan met het recept vinden? Hè? Van, ja, het wat recept zit erin? Vinden, ja, dat is gewoon blijven proeven. Ja, ja. Proeven. Ja, en dan kom je eruit. Ja, wij wel. Maar ja. Dat komt omdat wij natuurlijk al heel veel proeven altijd. Ja, ja. En je bent er altijd mee bezig. Dus dus niet één keer proeven, dus niet 10 keer proeven, nee, dus gewoon 100 keer proeven. Mm. Ik denk dat u helemaal verrast bent. Ik proef met je mee, hè? Zeg nog één keer, wat zit er allemaal in? Ja, de gaspé, ja, dus ja. De siroop. Mm. Melkchocolade, heel veel melkchocolade. Vandaar dat het ook best wel een vol, lekkere bonbon is. En natuurlijk, wat heel belangrijk is, zoals je ziet, het patroontje van de Griek. Ja. De twee druppeltjes van de gaspé, wat het dan was. Ja. En het boomstammetje. Hè? Ja. Hij was scheef, dus hij is gewoon super geen zo. Foutje, hij moet zo zijn. Ja. Nou. En wij doen hem nu proeven. 1, 2. Mmm. Mmm. Hij is zelfs nog beter. Dit was wat ik gelijk proefde, want ik ben ooit, heb ik het genoegen gehad om met Relais Chateau in Canada te zijn. Oh ja. En daaruit komt het ook, want het wordt vanuit de bomen, stonden we gewoon bij de bomen en er werd dat een spijkertje erin gedaan en dan druppelde het zo het vocht van de hars eruit. En dat is dit. En dat is geweldig. Ik heb hem nog niet herkend, omdat ik hem niet ken. Nee, je ruikt hem niet echt, want het is als een siroop gemaakt, hè? Oh, ja. Want de bonbon wordt ganaches gemaakt met karamel, vandaar dat het ook lekker dat zoetige is. Mm. En dan die siroop. Dit is in Amerika ook op de pancakes, pancakes natuurlijk en zoiets, of op de pannenkoeken. Mm. Is dat heel klassiek. En het is opmerkelijk hoe slank dat jullie allemaal zijn, ook die hele keukenbrigade. Oh. En dat met allemaal die lekkernijen en 100 keer proeven nou. Dat willen we ook nog een keer horen hoe dat zit, want dat wil iedereen weten, hè? Dat is gewoon, hier is de sportschool, we moeten toch tegenaan, hè? Ja, nou oké, nee, dit is dus het resultaat en nu ga je het ook in je eigen restaurant. Ja, we hebben het gisteren alweer geserveerd. Ja. Gasten vinden het heel erg leuk, we doen het bij de vriendinjes en voor bij de koffie en het is gewoon heel erg leuk. Zeg, en hoe kom je dan uiteindelijk bij zo'n ster uit? Bij zo'n ster uit? De Michelinster. Ja, dat is het hoogste bij ons in ons vak. Ja. Daar zijn we altijd toch wel heel fanatiek voor. Laat zo zeggen, dat daar kun je niks aan doen. Je moet gewoon iedere dag heel goed koken, heel goed je ding doen. Dus het overkomt je? Je krijgt hem, ja. Maar het is niet zo dat je zegt, ik ga er nu voor, ga me ervoor opgeven. Nee, dat gaat niet. Nee. Ze houden jou in de gaten. Ze houden jou in de gaten als je het goed bezig bent. En zij houden jou in de gaten hoe vaak dat ze jou in de gaten houden. Dus ja, dat weet je ook niet. Wacht, dat drinken we even. Ja, we gaan even want ik heb drinken, een beetje dorst even. Ja. Goeie gezondheid, hè. Hugo, en wat is de volgende stap? Oeh. Dat vind ik, de volgende stap, dat vind ik wel een heel moeilijke vraag. Waarom? Zoals Snackmasters, dat overkwam me even in een tijd van de corona, waar we allemaal in hebben gezeten en waar we toch even nog allemaal in moeten vasthouden. Dat we toch nog op wat afstand blijven, toch nog even nadenken. En toen werd ik daarvoor gevraagd en toen dacht ik, och, waarom niet? Mm-hmm. En ik heb dat gedaan en ja, je mag rustig weten, ik heb het ook met heel veel plezier gedaan. Ja. En dat was een keer helemaal wat anders. Nou, misschien kunnen we wel stellen, het is goed zoals het is, het loopt en je kunt je ambitie, je passie uiten. En misschien als ze me vragen voor een perfecte plaatje of zoiets, hè? Dat zou nog leuk zijn. Een perfecte plaatje, in welke zin? Ja, dat is perfecte plaatje, is ook een tv-programma op RTL4. En dan leg je ook weer de creativiteit uit in alles, alleen dan in de fotografie. Ja. En dat is natuurlijk ook wel weer eens een keer leuk. Ja, of in een Disney-film, inspreken. Okay.
Ik dacht het al. Lekker zo inspreken. Even een keer helemaal wat anders. Het kan nooit bij jou stilstaan. Nou, dan drinken we. Leuk. Abon, twee mus.